Hij heeft nooit tekort gehad. Ondanks alle ziektes heeft hij wel een goed leven en de meeste honden kunnen dat niet zeggen. Mijn hond Toby, 9 jaar oud, we hebben hem gehaald uit een nestje van 9. Toby is een kruising met een keeshond en een andere soort. Maar hij heeft een paar mankementjes, onder andere een ziekte aan zijn schildklier en suikerziekte. Waardoor dat hij speciale voeding moet krijgen, waaronder dieetvoeding. En onder andere ook insuline voor zijn suikerziekte, maar die insuline zorgt er ook voor dat hij blind wordt. En door zijn schildklierziekte heeft hij redelijk veel verschijnselen van obesitas, waardoor dat hij ook niet meer kan wandelen. Een 16 kilo is niet weinig voor een keeshondje, hij is maar een goede 40 centimeter lang en een goede 20 centimeter hoog. Veel is dat inderdaad niet. Enerzijds voor hem is het niet plezant, maar ook anderzijds voor ons, want er moet meer naar gekeken worden als een gewoon beest. Die pikuren moet hij 2 keer per dag krijgen en zijn dieetvoeding kost ook redelijk veel geld. Ik denk dat dat ook een goede 15 euro voor een potteken is en in welke dag ze 2 potten krijgen, dus dat is echt wel veel geld. Kleine keur, flinke kieren. Dat is niet voor ieder beest bestemd en niet ieder beest krijgt ook het ongeluk van zoveel ziektes te krijgen. Voor de rest, Toby kwam vroeger van een gewicht van goede 3 kilo en nu weegt hij er 16. Heel actief is hij niet meer. Hij wandelt wel nog, maar vrij moeizaam. En ja, met spelen zeker, dat gaat zeker niet. Het beest is ook redelijk blind, dus als hij moet buiten gaan, moeten wij hem altijd van de trap pakken. Ook 's avonds in de middag, dat hij dat zelfstandig gewoon niet meer kan. Hij heeft altijd een goede thuis gehad, dat hij niks te klagen heeft, want zijn andere beesten dienen veel slechter hebben.